En ik dacht, ik doe een soort voorverkenning. Dus ik ga proberen dat hele wandelpad te bewandelen. In etappes weliswaar. 20 dagen steeds een stukje. Vandaag van Bergen-op-Zoom naar hier Halsteren voor het roveren. Ik mocht vandaag beginnen met een kanon-expert. En het is altijd mooi om experts tegen te komen op je wandelpad. En die hele bijzondere dingen kunnen vertellen over wat dat nou betekende. Het was natuurlijk nog de tijd dat je gewoon met een projectiel een muur moest zien te vernielen. Zo'n ding gaat dat heel makkelijk hoor. En de mensen die erbij in de buurt wonen of bij opgegroeid zijn, die kunnen eigenlijk de mooiste verhalen daarover vertellen. Dus die hoop ik veel te ontmoeten. En toen moesten ze marcheren. Achterlangs voor het roveren, vanuit Bergen-op-Zoom, achterlangs voor het roveren naar de brug bij Tolen. Om daar de Duitsers die nog voorbij kwamen te beschieten. Maar misschien is het wel het best bewaarde geheim van Brabant, zou je kunnen zeggen. Want ik hoop heel erg dat Brabanters het willen herontdekken. Dat de vestingsteden, mooie vestingwerken en hele mooie natuur echt een wandeling waard, zou ik zeggen.